Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Stekel, we zitten hier naast elkaar. Jij bent eigenlijk wel een man die wel houdt van het connecten van dingen in je huis. Zeker, ik doe niet anders. Jij doet niet anders. Ik heb niks connected in mijn huis. Ja, dat verbaast me. Ja, dat is... maar goed, dat is een interessante vraag, in ieder geval voor onze gast nu zo direct. Kai Beestra, jij bent van... Jullie bedrijf heet Innovation in Motion. Yes. En jullie eerste product heet Slide. En een belangrijke vraag die je altijd natuurlijk bij een nieuwe product, een nieuw bedrijf moet stellen is... Welk probleem los je op? Ja, dat is natuurlijk leuk. Ik ga er een klein beetje omheen. Ja. Begin even met wat jullie doen. Precies. Ja. Slide is het eerste product ter wereld waarmee je bestaande gordijnen kan automatiseren. Wat houdt het in? Dus je kan het klikken binnen 2 minuten aan je rails dan wel roeden. En dan kan je het met je telefoon bedienen. Nou goed, dan waarom zou je gordijnen automatiseren? Dat is eigenlijk wel grappig, want gordijnen zijn eigenlijk een soort van een lapje stof. Wat wel heel veel kan je gemoedelijk doen voelen, maar het is eigenlijk meer een interieur dingetje. Ja. Terwijl als je het automatiseert, dan kan je er heel veel functionaliteit aan toevoegen. Bijvoorbeeld als je niet wil wakker worden met je wekker, maar met het zonlicht. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van, hey, ik wil om 7 uur wakker worden, dus om 7 uur gaan de gordijnen open. En je wordt langzaam wakker omdat het licht op je kopje schijnt. Ja. Of bijvoorbeeld je wil besparen op je energie. Dus je zorgt van, hey, als je van huis weg gaat, dan gaan de gordijnen dicht. Of als je op vakantie gaat, wil je doen voorkomen dat je thuis bent. Dus dan gaan de gordijnen soms bewegen. Ja. Precies. Dus door die automatisering krijg je dus verschillende functies van gordijnen die ze daarvoor helemaal niet hadden. Ja. Ja, dat vind ik zelf natuurlijk superleuk. En, ja. Hey, en dus de kracht van jullie is, ik hoef geen nieuwe spullen aan te schaffen. Precies. Ja, want ik kan met mijn gewone gordijnen en mijn gewone rails ik laten hangen. Correct, ja. En want je hebt hier iets bij, hè? Vertel daar het verhaal eens bij. Dat was dus ook de insteek. Zeg maar, de insteek was van, hey, waarom er zijn wel automatische gordijnen, maar waarom zou je niet gewoon je bestaande gordijnen kunnen gebruiken? Ja, dus zodoende hebben we ook Slide ontwikkeld. Dus als het ware, ik heb een heel klein mini-railsje bij me. Ik weet niet of dat goed te zien is op de camera. Ja, dat is goed te zien. Top, kijk. Ja. Want dan eigenlijk wat je doet, je hebt eigenlijk een koppelstukjes voor op je rails. Dit zijn net zoals de gordijnenstoppers. Ja. Die kan je in je rails schuiven. Vervolgens doe je het montageblokje op de rails. Je kan dus verschillende blokjes hebben voor verschillende type rails of roeden, wat dan ook. Je hangt de slide aan de gordijnen. En met alles is de bedoeling dat het zo gemakkelijk mogelijk gaat. Weet je wel? Want je zit zo boven, zit je te pielen met je gordijnen. Dus het idee is inderdaad van, hey, het zit daar boven. Je klikt er van onder het in en hij hangt. Hetzelfde doe je aan de andere kant. Je hangt eigenlijk een controletje op. En dit is noemen we de connector. Die klik je aan je gordijnen rails aan het uiteinde. En hij trekt hem op en neer. Nou, wat eigenlijk dit systeem uniek maakt, je zei het al, is dat het op ook bestaande gordijnen is toe te passen. Ja. En wat houdt dat in? Waar ik dacht dat ik redelijk snel zou uitkomen, maar uiteindelijk toch 2 jaar mee bezig was om lekker te prototypen. Ja. Is van, hey, hoe ga je nou om met al die verschillende lengtes van gordijnen? En ik wil ook niet dat je de normale functie van gordijnen vervangt. Dus je wil niet dat... Ja, als jij voor de gordijnen staat, je ze niet met de hand kan openen, omdat je dan je telefoon moet zoeken om ze open te doen. Ja. Dus de uitdaging was van, hey, ik wil elke lengte van gordijnen en ik wil ze blijven kunnen bedienen met de hand. En toen is het uiteindelijk, heb ik daar een open loop systeem voor bedacht. Dus eigenlijk om een beetje technische kant in te gaan, maar dat vind ik zelf ook het leukste. Ja, ik zie je glimmen, dus vertel. Gebruik de bestaande systemen die dus zo'n rails hebben, die hebben zo'n rupsband in zich en daar grijpt hij op vast en dat is 1 loop is dat. Ja. En het nadeel is, die moet op maat worden gemaakt, et cetera. En omdat ik dacht van, hey, ik heb meerdere lengtes nodig, heb ik gebruik gemaakt van een open loop. Dus je hebt eigenlijk 2 spoeltjes, die zijn constant in hun vrij. Dus die kan je zo ver, nou ja goed, wij hebben dan tot maximaal 6 meter gedaan, want ergens heb je wel een limiet. Die kan je zo ver als je moet gaan en die worden op spanning gehouden door veertjes. Dus wat je ook met het draadje doet, het draadje blijft altijd strak. En zodra de motor in beweging zet, dan pakt hij 1 van die 2 spoelen vast en die gaat hij dan trekken. Dus als hij dan, nou ja goed, je kan het misschien hier zien, ja. Kijk, als ik dit touwtje trek, dan gaat hij dicht. Maar als ik dit touwtje trek, gaat hij open. Zo simpel kan het zijn. Ja. Ja.
Maar goed, het bestond nog niet. En toen ook ben ik een aantal keer bij RVO langs geweest. En die hebben me geadviseerd om het te patenteren. En voor de zomer het nieuwheidsrapport teruggekregen, waarin inderdaad op de drie punten van nieuwigheid, innovativiteit en toepasbaarheid helemaal goed was bevonden. Dat was super tof. Dus, maar dat heeft je dus ook heel erg gerend in de tijd, neem ik aan, patenteren, of niet? Nee, valt wel mee, want ik heb een hele leuke man ontmoet. Van Budget Patent, heet hij. Om een reclame te maken. Ja, ja, ja. Nee, maar super, gratis reclame, maar ja, dat gun ik hem ook van harte, want hij heeft echt ontzettend leuk werk geleverd. Daar vond hij zelf ook het idee ook super leuk, weet je wel. En als je dit soort mensen om je heen verzamelt, dan gaat alles krijg je overal energie van. Dus dan, wat je zegt, het kost je tijd. Nee, aan hem legde ik met het idee uit. Ik had al alles uitgetekend in 3D, dus hij hoeft het alleen maar in een mooie juridische taal op te schrijven. Ja. Ik vind het heel interessant. Zoals Erwin al begon, ik automatiseren zo'n beetje alles in mijn huis. Want dat vind ik gewoon handig en ook leuk trouwens om mee te spelen. Ja. Maar wat ik lastig vind van jullie concept is dat je, afgezien van dat het gewoon klopt, hè, van het bestaand gordijn en het is allemaal goed, je hebt er dan weer een app bij en daarmee kan je dit bedienen. Ja. Maar als je daarmee bezig bent met je huis automatiseren, wil je absoluut niet voor elke toepassing een andere app. Nee, ik heb één app, daar bedien ik de gordijnen mee, plus de zonwering. Heb jij gordijnen geautomatiseerd? Ik heb ook een gordijn. Ja? Die kan je nu open doen, thuis? Kan je gewoon via mijn Home Wizard, kan ik dat, weet je wel, dat kan je niet met een bestaande. En je deurbel wist ik wel, maar. Ja. Maar ook alles. En je koffie wist ik ook wel. Koffie zit ook wel uit. Lekker. Nee, de sensoren op de deuren en lichten en noem maar op. Maar ik wil dat gewoon in één app hebben. Ja, nee, ik ben het helemaal niet eens. Ik was toevallig, van de week was ik bij de Smart Home Summit in Londen. Ja. Dat was een tweedaagse conferentie alleen maar over smart home. En ze beschreven ook van, hey, dit is het grootste pijnpunt nog van de smart home voordat het echt mainstream kan worden. Ja, maar heb jij nu bijvoorbeeld een elektromotortje zit hierin? Ja. Is dat integreert die met dat SOMFI-protocol waar die domotica platformen mee integreren? We hebben twee visies daarop, laat ik het zo zeggen. Van, hey, allereerst willen we een apparaat hebben dat standalone werkt. Dus als jij niks van smart home hebt in je huis en je koopt dit product, dan werkt het. Dus het communiceert via wifi en iedereen heeft wifi. Ja, maar het is niet op basis van een van die protocollen waardoor het ook integreert met bestaande. En we hebben een open API. Wat inhoudt dat je alle commando's kan vinden wat het doet. En dat is in die zin is dat integreren in elk systeem. En ja, voor programmeurs. Ja en nee. Ja, klopt. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is wel heel, heel tof. We hebben aan het begin van het jaar dus de Kickstarter gedraaid. 500.000 opgehaald, hè? Ja, nee, 300.000. Staat nu op 500.000, toch? 5.000 stuks hebben we verkocht. Oké. Ja, maar goed. We verkopen nog steeds, we staan nu op Indiegogo en het blij, dus dat is echt super tof, zonder reclame zelfs. Maar wat ik wilde zeggen van, hey, we hebben nu zo'n community ook die achter ons staat, die het product ook over de bouw, ook het enthousiasme deelt, die zelf ook die integraties bouwt, bijvoorbeeld voor Domotics, voor Home Wizard, voor Homey, we willen uiteraard integratie hebben met de Apple HomeKit. En daarnaast bieden we volledige ondersteuning via IFTTT. En ook komt hij out of the box met ondersteuning voor Google Home en Alexa. Oké, maar want ik zat even op te zoeken. In mijn systeem heb je dat SOMFI RTS protocol nodig. Dat is een elektromotor protocolletje. Ja. Maar dat gaan jullie ook kijk, wat je eigenlijk het beste mee kan vergelijken is een IP-switch. Ja, ik weet niet of je dat wat zegt. Je hebt gewoon een string HTTP-commando en dat zet gewoon, oké, gordijnen dicht. Ja. Dus uiteraard, zeg maar, je wil het niet programmeren, maar het is één string die je zegt van oké, als je dit klikt, dan dit commando. Ja. Dat is het. Dus om die domotica systemen, die willen zelf ook, die concurreren ook met elkaar. Dus wat willen zij ook? Zij willen ook natuurlijk ruimte bieden aan andere fabrikanten, et cetera, et cetera. Ja. Dus zodoende is het altijd mogelijk om zo'n open switch of een stringer, een commando toe te voegen aan een API. Zo kan je bijvoorbeeld ook misschien bijvoorbeeld je Philips Hue lamp. Of ik heb bijvoorbeeld zelf een Xiaomi smart home systeem en ik heb een Domotic servertje lopen. En ik ben dan wel meer aan die programmeurkant, want dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. Maar die systemen met elkaar worden gelinkt en zo makkelijk mogelijk. Ik snap dat de consument daar helemaal niks mee te maken wil hebben. En wij moeten ervoor zorgen dat het samen gaat werken.
Waarvan ik denk dat een hele grote opportunity ligt bij voice. Bij het sturen met de stem. Ja, dus van Google Home en Alexa. Dat kan eigenlijk een soort van de schil worden die heel makkelijk jouw systeem kan integreren. Want de fabrikant moet ervoor zorgen dat dat samenwerkt. En als het helemaal samenwerkt, dan heeft de consument staat er dan buiten van. En die kan gewoon dan zeggen van, hey, close the curtains. Maar goed, jij zegt eigenlijk van, hè, wij hebben een open API, oftewel, het is niet mogelijk, we zijn een open systeem, dus anderen kunnen er toepassingen op bouwen. Ja. We hebben nu al, we werken aan een community die dat al deels aan het verzorgen is. Ja, dat is echt en als superleuk. Het op zijn systeem nu nog niet werkt, dan is er misschien iemand in die community die het gaat bouwen. Ja, dat sowieso. En ik kan me niet voorstellen dat het systeem niet die optie biedt. Want die systemen die willen ook zeg maar, die compatibiliteit. Sorry, even stokpakken. Wat Home Wizard vind ik wel bijzonder. Maar ze waren natuurlijk een van de eerste. Toen ben ik ook gelijk begonnen en dan heb je zo'n systeem. Maar zij kiezen voor die draadloze afstandsbedieningssignalen integratie. Maar ook Home Wizard heeft IP-switches. Tuurlijk hebben ze IP-switches, maar die zijn veel moeilijker te integreren. Ja, goed. Ja, tenzij je dus een applet hebt. Dus dat is waar we zeg maar, ook het ontzettend tof vinden van die enthousiasme van die backers die dat aan het maken zijn. Nee, dat is natuurlijk... En dan is het hopelijk aan de consument dat hij niet inderdaad de stringetje hoeft in te voeren, maar gewoon kan zeggen van, hey, precies. Ik heb deze gordijnen, voeg toe aan mijn systeem. Nee, dan kan je even met het afstandsbedieningetje wat jij erbij hebt, doe even pliep en dan herkent hij hem en huppelen. Precies. Nee, dat is uiteraard dat het doel. Want los daarvan, de grote irritatie van iedereen, dat vind ik geweldig wat jullie doen, dat je het op bestaande systemen doet. Want tot nu toe moet je natuurlijk steeds, als je iets wil, dan moet je een elektrische gordijnrail gaan kopen. Ja. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dit zou ik nog overwegen. Ja. Hey, Roos van Vught zegt op Twitter, dit is voor alleenstaande mensen. Oh, en zegt hij ook waarom? Roos, waarom? Roos. Toen zei ik stekel woon. Ik heb toen gezegd stekel woon niet alleen. Roos, ho. Je weet beter. Roos is mijn buurvrouw en die weet dat ik niet alleenstaand ben. Oh. Kijk. Als ik mag invullen waar het vandaan komt, dat weet ik uiteraard niet. Maar ik denk dat over het algemeen smart home tot nu toe, of zeg maar voorheen, heel erg iets was van de gadgets en van de geeks en van de mensen die het leuk vinden om aan te sleutelen. Weet je, en het was niet voor de vriendin die het leuk vindt. Om het heel plat te zeggen natuurlijk. Maar nu, als het makkelijk wordt en het gaat niet meer om het programmeren of om het maken of om het dingen, maar je zegt gewoon van, hey, we zien ook bijvoorbeeld wat wij ook zien, vaak als ik mijn verhaal vertel, dan zeggen mensen ook van, ja, automatiseren voor je gordijnen, wat moet je daar nou mee? Maar als je dan zegt van, ja, maar bijvoorbeeld je kan wakker worden met zonlicht, in plaats van dat je wakker wordt met je wekkergeluid, dan slaan mensen om. En dan gaat het niet meer om zeg maar, van het domotica, het gadget en de focus van ik ga lekker kloten en op mijn zolderkamer dit. Maar dan is het gewoon van echt van, hey, wat is het? Wat voor comfort biedt een smart home nou echt? En ik denk dat het een beetje daar vandaan komt, want dat is mijn vermoeden. Hey, en hij heeft thuis alles geautomatiseerd. Hoe ziet het er bij jou thuis uit? Ja, alles. Ja? Ik heb eigenlijk ook zo. Zo ben ik ook een beetje op het idee gekomen. Ik heb hiervoor een biologische bezorgservice gehad, goed geboord. En er zat niet echt mijn passie in. Dus ik ben er na 3 jaar mee gestopt. Een half jaar gaan motorreizen door Zuid-Amerika. En de gedachte van, daar kom ik erachter wat ik wil gaan doen. Ja, niet. Nee. Is al in te vullen, hè, inderdaad. Ja. Maar ik kom terug en ik ben thuis. En ik dacht, toen ben ik 2 dingetjes gestart. Eentje wacht ik van, ik heb heel veel mensen die ik heel graag wil zien, mijn vrienden. Maar ik heb eigenlijk te weinig tijd. Dus als ik nou 1 keer per zoveel tijd iets organiseer, dat al mijn vrienden naar mij toe komen, dan kan ik dat combineren. Dan zat ik denk een culinaire documentaire avond. Maar ik dacht van oké, daar ga ik niet meer geld mee verdienen. Maar, ik draai een beetje omheen. Ja. Ik dacht van, toen keek ik een beetje naar mijn huis en alles in mijn huis beweegt. Ik ben dan net verhuisd maand geleden. Ik woonde op een 30 vierkante meter samen met mijn vriendin. En goed, dan heb je gewoon veel spullen. Je woont in Amsterdam. Dus ik heb een bed gebouwd dat automatisch op en hoger naar beneden gaat. Ik heb een wasmand gemaakt. Ik heb een hol plafond, dus ik heb een wasmand gemaakt die in mijn plafond zakt. Maar als die meer dan 5 kilo is, dan zakt die naar beneden. Dan moet je de was doen. Geweldig! Ik heb een deur gebouwd die zeg maar, omdat ik wilde een schuifdeur hebben, want dat neemt minder ruimte in. Ja. Maar schuifdeur vond ik zo standaard. Dus ik zag zo'n designer, Tokler heet die geloof ik, die had zo'n deur gemaakt van
200 kilo massief staal die zo dicht gaat. Oh ja, die heb ik wel gezien. Heb je dat gezien? Ja, super tof. Maar dat heft dus elkaar op, hè, die krachten. Ja. Dus ik dacht van, hé, dat kan ik ook. Dus toen heb ik een langwerpige kast gemaakt, want ik had daar een thermostaatknopje. Ik dacht, daar moest ik een beetje omheen. Dus heb ik ook zo'n langwerpige deur gebouwd die dan zo dicht gaat. Dus ik zat zo naar al die dingen te kijken die ik aan het maken was. Ook automatisch beamerscherm en ik heb een robotstofzuiger. Goed, en ja. En ik dacht van, ja, weet je, ik heb planologie gestudeerd, maar hier moet ik gewoon wat mee doen. En ik dacht van, wat ga ik aan doen? Maar toen dacht ik van, oké, wat mist er nog? En eigenlijk toen wilde ik mijn gordijnen gaan automatiseren en toen stoorde het me, groot woord, van, is er niet iets wat je bestaande dingen slim kan maken? Ja, je hebt mooie gordijnen en dan denk je, ja. Ja, en dan inderdaad van, dan wil je, als je dan automatische gordijnen rails koopt, niet op je, wat denk ik het grootste pijnpunt daarvan is dat je, mijn ramen waren dan 2,42 centimeter lang. Dus dan bestel je zo een elektrische gordijnrails op maat. Die wordt dan op maat gezaagd. Daar wordt zo'n loop ingezet. Dan wordt dinges wordt verpakt in een gigantische koker. En dat krijg je thuis. En vaak wordt aangeraden om het met een monteur te installeren. Ja. Vaak werkt het ook dan nog eens met een afstandsbediening, een RF-signaal. Wat 4-3, nou goed, niet om technisch te worden. Dus wil je het nog slim maken, heb je nog een hub nodig. Ik dacht, het moet makkelijker kunnen. Ja, het fascineert. Maar ik heb me wel verkeken. Want... Ja, maar juist dat RF-signaal is de kracht van Home Wizard. Want die pikt al die RF-signalen van alle apparaten in mijn huis op. Ik snap niet waarom wij Home Wizard nog niet als sponsor van dit programma hebben. Nee, weet ik ook niet. Dat is gewoon eigenlijk... Ik ben een van de beste... Nou, kijk, ja. Ja. Nee, maar goed. Ga verder. Ja. Help me even. Waar was je was bezig van, Oh, want je hebt dan inderdaad van, dan krijg je Je denkt dat moet makkelijker kunnen. Dus ik heb een klein beetje verkeken, want ik dacht van, dit ga ik oplossen. Dus ik heb mezelf leren 3D tekenen, 3D-printertje gekocht en gewoon weer gaan prototypen. Ondertussen wat kleine klusjes om mijn huur te kunnen betalen. En ik dacht van, binnen 3 maanden heb ik wel een prototype waarmee ik kan laten zien wat ik wil. En dan kan ik de wereld in en kan ik mensen om me heen verzamelen. Nou, dat heeft iets meer dan 1,5 jaar geduurd. Ja. Dus dat, en toen heb ik mijn compagnon, inmiddels een goede vriend, ook Thijs ontmoet. En dat was wel een hele leuke klik, want hij... ik zat zo erg op de focus op het product en wat moet kunnen en hoeveel kracht en hoeveel dit en dat. En hij stelde me gelijk voor het blok. Hij zegt van, maar wat moet je ermee dan? En dat vond ik wel leuk. En daardoor begon een hele leuke discussie. En zo kwamen we ook op het inderdaad van, hoe kan je het in de markt zetten? Van, is het inderdaad dat gadget product wat dan alleenstaande man heeft? Of is het meer dan dat? Wat voor functionaliteiten heb je dan als je automatiseert? Dan kregen we een hele leuke dynamiek. Na 1 biertje hebben we besloten, mijn vader woont in Berlijn. Hebben we besloten om naar Berlijn te gaan. Een week lang hebben we een beetje... met elkaar gelopen brainstormen, een beetje biertje drinken, supergezellig. Ja. En toen dachten we, dit gaan we oppakken. En toen inderdaad, precies ongeveer een jaar geleden hebben we het bedrijf opgezet. Hey, maar als je ik kan me voorstellen dat je met mensen, als ik jou hoor, dat je niet meteen denkt van de hele wereld is zoals ik. Hè? Als je je kleine huis helemaal geautomatiseerd hebt. Ja. Maar het is jullie gelukt om dus die meer dan 3 ton via een crowdfunding campagne op te halen. Was dat ook je bedoeling? Kijken of er een markt is voor dit product? Ja. Dat heb je daarmee wel laten zien. Ja, zeker. Nee, dat was... ik denk dat eigenlijk naast het geld wat je ophaalt... dat het onze grootste reden voor crowdfunding was de validatie van het product. Ja. Want je zit... Ik heb thuis ook meegenomen in mijn wereld... en je zit zo erg in je eigen wereld. Van, iedereen vindt het vet, maar hoe dan? Dus dat was... Toen we live gingen, was ik ook echt weer een klein jongetje wat voor zijn examen zat te bibberen een beetje. Maar dat ging gelukkig ging dat inderdaad heel goed. Ja. En toen hebben we inderdaad ook besloten om mijn prototype te laten uitwerken door een mechanical engineer en een industriële ontwerper. Om het gewoon echt goed produceerbaar te maken, om het op grote schaal te kunnen produceren. Dus makkelijker assembleren, betrouwbaarder. Dat was niet mijn achtergrond. Achtergrond is... Maar dat is ook nog een dingetje. Je kan inderdaad een ideetje bedenken en zelfs een prototype ontwikkelen. Ja. Maar wat ben je daar? Wat heb je daar? En dan heb je, als je de combinatie van software en hardware. Wij hebben dat natuurlijk ook met enige regelmaat hier gasten aan tafel die daarmee bezig zijn. Ja. Dan kom je ineens in een hele andere wereld. Ja, zeker. Als je massaproductie moet gaan doen. En... Ja, maar ook echt ontzettend leuk. Want ik bedoel, dit is... Je staat hier... Ik zie mezelf in een soort van luxe positie waarin je dus overal als een soort van newbie binnenkomt.
Maar je leert overal net genoeg van kennen om hopelijk de juiste beslissing te nemen. Dus je leert ontzettend veel en je ziet alle facetten van het hele proces. Dus zowel van design, maar ook van marketing. En weet je, het ophalen van funding. Of van, hey, kijk, in het buitenland, hoe zit het dan? Of met inderdaad van durability tests, software engineers. User experience design, dat vind ik ook een heel leuk vak van, hey, ja, wat betekent het in een app, een user experience? Weet je wel, van mijn app die ik thuis heb, ja goed, dat raakt mijn vriendin niet aan. Dat is niet te doen, maar wij moeten inderdaad een app creëren die gewoon heel intuïtief is, duidelijk. Ja. Dus waar sta je nu? Dus je hebt dit geld opgehaald, je hebt een grote groep mensen gevonden die hier geïnteresseerd is. Is dit voor iedereen nu te koop al? Nou, we zijn nog steeds in pre-order status, dus we verkopen op Indiegogo nu, op Slide. Maar we staan aan de begin van de productie. Dus wat we nu hebben doorlopen eigenlijk is het hele redesign van het product. Dus we hebben mijn prototype hebben we eigenlijk een versie 2 van gemaakt, om het zo maar te zeggen. En we verwachten in eind oktober de productie te gaan starten. Maar we beginnen half oktober met een eerste batch in het veld van 50 stuks. En dan om die feedback te verzamelen. Ja, waar laat je het maken? We hebben 2 mogelijke kandidaten daarvoor. Ik laat het nog eventjes in het midden, als dat oké is. Ja, nee, tuurlijk. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja. Weet je, of je nou wat bedoel je, in China of in Buurland? Ja, of je nou voor zoiets naar China gaat, of dat het in Nederland wil houden? Ik ben zelf half Pools. Ja. Ik spreek de taal vloeiend. Dus dat is een logisch 1-2'tje als het gaat om bijvoorbeeld om productie. Maar we spreken ook bijvoorbeeld met een partij die doet... Je kan ook dingen combineren natuurlijk, hè? Dat je hier in Nederland bijvoorbeeld een matrijs laat maken omdat je daar dichter op wil zitten en dan ergens anders wil assembleren omdat daar toch de arbeid goedkoper is. En je hebt ook zulke partijen in Nederland bijvoorbeeld, die heeft zelf een filiaal in China. Dus die doen zij managen dan zeg maar de productie in China, want dat zou mij dan een beetje afschrikken van hey, ja. Ja. En het bedrijf wat jullie begonnen zijn, jij met je compagnon en inmiddels vriend, zei je net, heet Innovation in Motion. En je zegt, dit is onze eerste product. Wat wordt het volgende product? Ja, dat is leuk. Ja, ik vind het leuk om dit hele proces te leren kennen. En productie op te starten en ik wil dat mensen er blij mee zijn, dus ik ga alles aan doen om dat te doen. Maar het kriebelt wel om inderdaad het volgende product te doen. Je hebt vast al een paar ideeën. Ik heb wel een paar ideetjes, maar ik ga niet precies vertellen wat het is. Maar het kriebelt, ik vind wat je zelf zei, ik vind het heel leuk als iets bestaans kan worden gebruikt. Of zelfs hergebruikt tot een andere functie. Dus dat zijn een beetje de 2 dingen waarmee ik kijk. Smart home is daar een hele logische instap in. Dat hoeft niet per se. En ik denk ook dat smart home bijvoorbeeld ook heel veel kan betekenen voor de ouderenzorg. Ja, mensen worden ouder, die leven steeds langer thuis. Moeten steeds langer zelf thuis blijven wonen. Hoe kan je dat ook vergemakkelijken? En ik denk ook dat we bij een generatie komen, bijvoorbeeld ik WhatsApp al met mijn opa uit Polen. Ja. Dus het is steeds normaler ook om een mobieltje te gebruiken. Dus als wij zorgen voor dat de technologie zo makkelijk mogelijk is, hè, dat mensen niet denken dat het ingewikkeld is, dan kan je ook dit soort toepassingen gebruiken om inderdaad mensen te helpen op een makkelijke manier om een huisautomatie. Als ik jou zo hoor praten en al die dingen die je doet, wat kan je niet? Wat is jouw zwakke punt? soms overzicht. En ik kan er niet tegen als iets me niet lukt. En dat klinkt als zo'n stom antwoord, maar daarmee ben ik inefficiënt soms. Want dan als iets me niet lukt, dan klamp ik me daaraan vast. En eigenlijk kan ik het beter loslaten en iemand overlaten die het beter kan. Ja. Maar soms dan kan ik er gewoon niet tegen. Dan kan ik gewoon niet slapen als ik het niet heb opgelost. Ik denk dat ik zo ook die 2 jaar heb volgehouden. Want mijn moeder die verklaarde me al van gek. Van ja, jongen, je hebt gestudeerd, wat doe je nou? Maar dat heeft ook een positieve kant. Maar ik merk wel nu, zeg maar nu je dus dan een bedrijfje hebt. En we hebben nu ook 2 mensen in dienst en heel veel partijen met wie we dan samenwerken. Dat het voor mij echt leren is om ook dingen langer los te laten. En te delegeren en te managen. En dat vind ik ook een ontzettend toffe stap om te doen. Maar dat is wel, dat vind ik wel moeilijk. En verlang je wel weer eens terug naar met je motor de wereld in? Ja, vrijheid. Ja. Dat is sowieso, zeg maar, dat klinkt als een cliché, maar motorrijden geeft je echt een ontzettend gevoel van vrijheid. Maar dat geeft ondernemen ook, denk ik. En je kan dat op verschillende manieren werken. Maar ik denk wel dat ik weer ga motorrijden. Ja. Hey, nog... wat ik me vaak afvraag bij die Kickstarter-campagnes, je hebt een prototype, je bedenkt iets en dan wordt het een succes en dan moet je.
Ja. Weet je, je legt jezelf bom, ontzettend... Bom, 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 ja. Ja, van is dat lastig? Vind jij dat ook lastig? Ik vond het aan het begin... Ik had er wel even... Want het is echt zo'n hoofdstuk wat echt wordt afgesloten met een punt. Ja, want je... Het is niet alsof je zo wil je erin vloot. Lastig, hè, want je hebt op dat moment helemaal geen product. Je hebt een prototype. En je hebt een belofte. Ja, klopt. Maar daar was ik niet zo bezorgd om, want ik wist zeker dat het werkt. Het prototype was ook gewoon een werkend prototype. Daarmee kon ik gewoon echt het gordijn automatiseren. Ja, maar je hebt de afgelopen periode natuurlijk ook gemerkt hoe lastig het is om van een werkend prototype naar een product wat echt betrouwbaar is. Nou, dat heb ik misschien onderschat. Ik ben er echt altijd best wel van overtuigd geweest dat het zou kunnen lukken. En daarom denk ik, ben ik er ook zo lang mee bezig geweest. Van, hey, weet je wel, van, hey, heel kort gezegd wat ik uitlegde over die twee spoelen. Dat is het. Je hebt twee spoelen, worden op spanning gehouden en die spoelen worden aangestuurd door een motor. Goed, weet je, ja. Als je dan concurreert met bedrijven die dan automatische gordijnen maken en ze voor €600 aanbieden, dan is daar een ontzettend groot speelveld in. Want wat gaat deze kosten? 150 euro. 150 euro, ja. Wat hadden jullie gedacht, Hans? Jammer, ik had eerst even jullie moeten vragen. Dat kost, ja. Ja, jij hebt automatische gordijnen. Ja, maar ik vind ook iets. Ja, weet je, ik zou er pas aan beginnen als ik met Home. Ja. Hoe heet het ook weer? Ja. Home is het. Als de Home is het niet ondersteund, dan begin ik er niet aan. Ja, maar ga aanbouwen. Hij heeft helemaal niks. Nee, ik heb niks. Kijk, ik ben het wel met je eens. Apart, hè? Dat me dat helemaal niet boeit eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder. Ja. Ja. Nou, dat kunnen weet je, in sommige andere genres, ja, wil ik muziek of zo, wil je alles uitproberen. Ja, veranderen dingen, maar dat is Is het misschien leuk om jullie de app te laten zien? Of is dat dan moeilijk met camera's? Ja, dat is een beetje lastig om camera's te zien. Oké, nee, dan Denk ik. Maar wat is er bijzonder aan? Misschien kun je het vertellen. Nou, ik vind het zelf wel tof, omdat die... Ik ben dus eigenlijk de geek. En ik ben degene... Ik ben ook niet echt de markt. Maar ik vind, dan moet ik ook loslaten. Dus hoe maak je een app die dus inderdaad van overgaat naar het makkelijke, gemakkelijke. Dus daarin hebben we heel veel werk gestoken in het UX design. En inderdaad van hoe je hebt dus die routines waar ik het over had. Hè? Van wakker worden met zonlicht of het bezuinigen op energie of holiday mode. Maar hoe zorg je dan ervoor dat het niet een geeky systeem worden. En ik denk dat we dat heel goed hebben getackled. En vandaar. Hoe heb je dat onderzocht? Want het bedenken is één ding. We hebben een hele leuke partij met wie we samen hebben gewerkt. Die heeft ook ons geholpen met de Kickstarter-campagne. Met alle styling en website en dingen. Die hebben we daarin ook geïnvesteerd. En die hebben nu ook de app-ontwikkeling gebouwd. Unk Inc. Om ook even dan uiteraard hun naam te noemen. Een erg leuke partij. Zij gaan nu ook in ons investeren trouwens. En zij hebben gewoon een team die zich bezighoudt met UX. Dus zeg maar, hoe loopt de gebruiker nou door zo'n app heen? Wat is intuïtief? Wat verwacht je? Waar staat het? Ja. Maar welke rol heeft de gebruiker of de potentiële gebruiker? Is dat een proces van continu testen bij een potentiële doelgroep? Of hoe? Zij bedenken het, weet je wel. Want jij zegt, ik ben de geek. Dan haal je een partij bij die verstand heeft van et cetera. Ja, maar goed, ja. Weet je wel, dat is ook zoiets wat je misschien zegt onderschat, maar daar gaan echt flink wat sessies overheen. Van, je gaat user journeys uitwerken, bestaande personen. Van, waar komen die mensen dan? En dan ga je kijken van, wat is er intuïtief? Ook natuurlijk, hoe doen andere concurrenten het? Van, een Home Wizard of een Philips Hue, inderdaad. En gebruik je bijvoorbeeld... Van die kleine dingetjes, bijvoorbeeld in de iPhone-app. Als je een iPhone hebt, dan als je dan scrolt voor een bepaalde tijd, voor een alarmklok, dan ziet het er bepaald uit. Dat is fijn als mensen dat herkennen. Dat het zo werkt. Dat je niet opeens een heel ander systeempje krijgt. Dat zijn van ook van die dingetjes die het gewoon... Ja, dus voor jou is het vooral ook een groot leerproces geweest en van nieuwe, leuke dingen ontdekken. Tuurlijk, ja. En zullen we afsluiten met dat filmpje? Ja, dat lijkt me een hele goeie, want het filmpje hebben jullie ook echt liefde en aandacht aan besteed. Ja. Dat moet je doen voor Kickstarter altijd, filmpje maken. Dus dat hebben jullie ook gedaan. Ja, leuk. Ja, dus dat filmpje is inderdaad van onze Kickstarter video. En je kan ons nu nog vinden zelf op Indiegogo. Dus we zijn daarna op Indiemand gegaan. En hopelijk zitten we in december of januari zijn we op de markt met het product. Nou, super. Oké.
Martinus, wat wil jij? Martinus is de man die dit allemaal technisch mogelijk maakt, schakelt, etc. Wat wil je wel doen? Wil ik dat ik nu aankondig en doe je dan achter elkaar het filmpje en het... Of wil je dat ik nu gewoon even het filmpje instart en daarna zeg wie ik allemaal bedankt? Wat ik wil, oké. Okay. Wat ik dan wil is, bedank ik nu even iedereen. Sluiten en sluiten we af met dat. Goed, want, ja, weet je, zonder bier en kool hadden we deze lekkere biertjes niet gedronken. Zonder Freedom Lab hadden we hier niet gezeten. Zonder Jetstream had niemand van jullie hier nu naar kunnen kijken. En zonder PQR was de site er niet geweest. Start de tape. Dag. Het einde.